Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil meer ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor jongeren. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat de ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van vaktrainingen worden aangeboden aan de jongeren. Studiemogelijkheden, dat is een aangelegenheid van onderwijs, dus daar zou ik me niet op het vlak begeven. Maar sowieso wat vaktrainingen betreft, dat gaan we veel meer uitbreiden. En wij gaan ervoor zorgen dat deze jongeren een vakscholing krijgen en zich een kleine onderneming kunnen starten of iets dergelijks. De bewindsvrouw zegt dat het directoraat jeugdzaken veel erkenning geniet, omdat er met diverse instellingen wordt gesproken over het jeugdbeleid. Het ministerie wil zich inzetten voor de jongeren in stad en district. En dat we zeker ook gaan naar de districten met verschillende trainingen, met de jongeren te accommoderen en ook met de banen straks, als we dat straks kunnen uitbreiden met werkgelegenheid. En dat we sowieso met voorlichting komen naar de jongeren toe en een beetje, we hebben de laatste tijden gezien dat een beetje de opvoedende karakter een beetje misloopt. Dus we willen de opvoeding een beetje oppakken ook hierbij. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ze sprak enkele journalisten op de stoep van het kabinet van de vicepresident.